Hallo, ik heb zo net vernomen dat Obama, de president van de Verenigde Staten, vanmiddag om 2:55 in het George Washington University, hier in Washington DC, een speech gaat geven. Het is nu een paar minuten over 1:00, in Antwerpen, en dat wil dus zeggen in de rest van België ook, is het 6 uur later, 7:05. Nu, ik ga proberen om Obama te ontmoeten. Ja. Het is duidelijk dat Obama hier wel ergens rondloopt. Fameus geprotesteerd. En er wordt zelfs gevochten. Er staat er nog één zielepoot bij daar met een klein bordje. Ja, ik vraag me dus af, zou die Obama dat dan niet continu beu worden als ze overal zo staan te roepen voor hem en zo? Het is verschrikkelijk. Het is toch half doof van worden. De politie staat hier ook en die doet gewoon geen zak. Kijk. Ik heb dus Obama's auto gevonden. Eén probleem, ik raak er niet zomaar bij. Dat is zijn Cadillac. Daar staat een meneertje. Hallo, dag meneer. Daar een politieauto. Zit hier vol meneertjes. Die mij gaan tegenhouden als ik erbij wil komen. Barack Obama. I couldn't see. The president. No. So many cars. Yeah. Incredible. Voilà, de laatste lichtjes van Barack Obama, die staan hier nog te flikkeren. Ja, hij is gewoon in de auto gestapt, binnen in de garage. Lame. Maar we hebben wel al zijn auto's gezien. Hij heeft ook gezwaaid. Geweldig. Ik heb hem toch wel gezien, hè.